Frans Bauer en een leugentje om bestwil. Het is zeker en vast geen leugen. Hij zit hier ondertussen bij mij in de studio. Dag Frans, welkom. Dankjewel, hallo. Het is jouw eerste keer hier in deze studio, denk ik, hè? Ja, volgens mij wel. Het is in ieder geval alweer heel lang geleden. Anderhalf jaar terug, volgens mij. Bijna 2 jaar. Ja, ik heb je in de oude studio toen ontmoet. Ja, dat klopt. Maar dat is ondertussen al een tijdje geleden. Dus van harte welkom hier bij ons. We zitten nog altijd een beetje in de sfeer van het Songfestival. Dat was afgelopen zaterdag. Heb je zelf gekeken? Ik heb zelf gekeken, net als heel veel, denk ik. Ja, ik vond het een ontzettend leuke belevenis. En ook erg spannend ook aan het eind. Mm-hmm. Dus ja, het is echt een soort, een soort feest, hè, wat daar zich afspeelde. Wat vind je van de winnaar? Ja, ik moet zeggen, ik vond het heel verrassend. Mm-hmm. Op een gegeven moment natuurlijk ook alle nieuwsberichten nu zo, allemaal in de kranten wat je dan allemaal leest. Ik denk wel, geweldige denk ik wel. Ja. Maar ik moest er wel even aan wennen. Want bij het Songfestival denk je toch een beetje aan een soort fleurig feest. Maar ik had niet verwacht dat rocknummer, zeg maar 1, 2, 3, zo hoog zou eindigen. Zotte, ik vond het zelf ook een verrassende inzending voor Nederland. Bij mij thuis waren ze niet echt overtuigd, maar ik vond het eigenlijk wel een heel goed nummer. Ja, dat is ook zo. Maar ja, weet je, het is natuurlijk met heel veel liedjes. Wat voor de een wel leuk is, is voor de ander niet leuk. En ja, goed, er zaten wel heel veel liedjes bij waarvan ik dacht van nou, dat verdient wel om verder te komen. Ja. Ik begreep ook niet dat Engeland geen punten had gekregen. Zot, hè? Want dat was best wel een superliedje eigenlijk. Ja, en de Belgische inzending, wat vond je daarvan? Dat was ook niet verkeerd. Ik bedoel, ja, ik had wel verwacht dat die wat hoger gekomen. Maar ja, weet je, dat is het Songfestival. Dat blijft ongrijpbaar. Ja. Zou het iets voor jou zijn om mee te doen aan het Songfestival? Nee, ik zou er. Nee, het is niets. Dan zouden ze misschien een goede beurt maken. Om naar te kijken. Ik vind het echt geweldig. Ja. Maar ik vind ook het mooie van het Songfestival, vind ik dat daar over het algemeen ook vrij nieuwe mensen staan, nieuwe talenten staan. Ja. En die dan met elkaar een strijd voeren. En dan ja, eigenlijk tot Europese helden, zeg maar, worden bekroond, zeg maar. Maar goed, het Songfestival is ondertussen dus achter de rug. Maar we gaan naar de toekomst kijken. Jouw nieuwe single die heet Verloren Tijd. Bij veel mensen veel verloren tijd. Ja. Niet weten wat gedaan, dat was bij jou zeker niet het geval, hè? Nee, ik heb de afgelopen maanden niet stil gezeten, gelukkig. Op de achtergrond heel veel bezig geweest met voorbereidende dingen. Dat is goed. Heel veel liedjes gemaakt, wat natuurlijk ook de komende tijd hoorbaar zal zijn. Mm-hmm. Maar aan het voorbereiden natuurlijk voor de verplaatste concerten die al hadden gedaan moeten zijn, maar die komen later het jaar. We komen vanaf december, januari, februari komen in België terug. En ook in de Nederlandse theaters. Ja. Op tv-vlak erg druk geweest met een nieuw reisprogramma. Een nieuw muziekprogramma bij RTL4, wat over een aantal maanden komt. Dus ja, ik ben best wel lekker druk geweest. Maar ja, wat je wel mist, is natuurlijk je fans. Ja, absoluut. Je mist het optreden 's avonds op een zaterdagavond in een feesttent of in een theater. Ik hoop dat het weer heel snel komt. Ja, wij allemaal natuurlijk. Zeg, ik stel voor dat we naar die nieuwe single gaan kijken. Ja. De kijkers van Ment hebben ondertussen al kennis gemaakt met Verloren Tijd. Zat afgelopen weekend bij onze nieuwelingen. Maar voor wie het toch zou gemist hebben, we gaan samen genieten van de nieuwe single van Frans Bauer. Dit is Ment! Helemaal goedgekeurd, de nieuwe single van Frans Bauer en Verloren Tijd. Het is echt een Frans Bauer nummer, hè? Echt een Frans Bauer liedje. Alhoewel het wel weer een heel lang geleden is dat ik echt een slager heb gemaakt. Mm-hmm. Natuurlijk een hele periode lang heb ik wel levenslied gemaakt. Maar dit is eigenlijk weer het eerste stapje in de slagerwereld. Dus, gaan we dan een nieuw album mogen verwachten? Nou ja, er gaat natuurlijk de komende tijd weer heel veel gebeuren. Want er gaan in de eerste plaats een aantal hele mooie singles gaan er langskomen. Ook hierna hebben we nog een aantal hele mooie liedjes. En natuurlijk later het jaar met een album komen. En dan hoop ik weer dat de fans zeggen van nou, geweldig. Ja, is het volledige album in de stijl van de nieuwe single? Of gaat het een beetje het is mengeling worden? Verrassend. Het is aan de ene kant slager. Mm-hmm. En aan de andere kant heb ik een aantal hele verrassende mooie liedjes erop staan. Liedjes met een hele mooie betekenis. Dus ik denk wel dat ze zullen zeggen, nou, die Frans heeft zich in de coronatijd wel overtroffen. Heruitgevonden. Nou, want dat is ook iets wat gebeurt met de coronatijd natuurlijk. Omdat je niets anders om handen hebt. Ja. Ga je natuurlijk wel veel meer in je liedjes duiken. En dat heeft geresulteerd in toch wel hele verrassende nummers, denk ik wel. Ja.
Heel veel verrassingen momenteel uit Nederland. Ik heb er hier ondertussen de ultratop bijgenomen. Je ziet bijna geen Vlaamse artiesten, maar ik zie wel onder andere Snelle en Maan staan. Marco Borsato en Rolf Sanchez. Jaap Reesema, Suzanne en Freek. Hoe komt dat dat die Nederlanders het zoveel beter doen bij ons in Vlaanderen? Ik heb geen idee. Misschien dat ze meer tijd hebben met corona. Dat ze gewoon dat zou ook kunnen natuurlijk. Hè? Maar het is wel leuk dat het gebeurt. En ik denk dat iedereen op zijn manier wel heel creatief is. En iedereen is bezig met nieuwe dingen te proberen. Nieuwe duetten ontstaan er. Nou, kijk naar Marco en Rolf Sanchez. Ook wel heel verrassend. Ja, absoluut. Maan ook natuurlijk een geweldige zangeres. Ja, en dat komt de grens over. Dus leuk. Zit helemaal goed. Frans Bauer, jouw single van ik ga eens even spieken, 2019, dat was De Bom. De Bom, ja. Ik vond dat geweldig, hè? Dat is een van mijn favorieten. Nou, dat is ook een liedje als ik dit doe in de zalen. En ik hoop natuurlijk weer heel snel te mogen doen. Ja, dan gaat het gewoon helemaal los. Ja, ik ga dan ook helemaal los, dus dat beloof voor zo meteen. Maar eerst de tijd voor dit hier. Dit is Ment! Een geweldige song en een geweldige clip deze van Frans Bauer. Mijn absolute favoriet. En De Bom. Binnenkort ga jij ook een bommetje droppen over Vlaanderen. De Tour de France, is het? Klopt, ja. We hebben natuurlijk afgelopen tijd niet stil gezeten. Op een gegeven moment kwam de Frans Bauer concerttour kwam tot een stilstand door de corona. Mm-hmm. Heel wat optredens die we daardoor hebben moeten verplaatsen. Ook een aantal Vlaamse concerten. Dus we komen nu terug in België straks, als het goed is, dacht ik, in december, januari. Ja. Waar we een aantal grote concerten gaan geven, live met orkest. Met een fantastisch repertoire, met natuurlijk mijn grote hits. Nieuw werk, verrassende dingen. Dus ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want na anderhalf jaar lang thuis zitten, wil ik gewoon de fans weer omarmen. En dan hoop ik dat ze weer allemaal komen straks. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik heb een aantal data doorgekregen. 3 december in Oostende. Ja. Op 19 december vinden we jou in Brugge. En op 15 januari in Hasselt. Ja, als het aan mij ligt, ga ik er nou al naartoe. Maar dan moet ik nog lang wachten. Ja, absoluut. Amai. Gaat het vandaag trouwens nog een drukke dag worden? We hebben vandaag een hele drukke dag. We gaan een aantal interviews geven nog met een aantal bladen. Interviews voor radio en dergelijke. Dus we zijn lekker bezig. Ja, ik heb nog een laatste song van jou klaargezet. Dat is Woonwagen Mama. Blijkbaar voor jou een bijzonder liedje. Ja, een heel bijzonder liedje. Het is een liedje wat ik heb geschreven voor mijn moeder. Ook een eerbetoon aan mijn afkomst. Zoals je weet ben ik geboren in een woonwagen. Uh-huh. Heel erg trots op. Ik ben trots op allebei mijn ouders. En dat heeft geresulteerd in een van mijn best gedraaide liedjes ooit. Woonwagen Mama. Ja. Is dat de reden dat je met beide voetjes op de grond bent gebleven? Dat je zo bent opgegroeid? Ja, ik zeg altijd zo. Ik denk dat het ook is hoe je zelf in het leven staat. Dat in de eerste plaats. Maar natuurlijk ook je achtergrond. Dingen die je meekrijgt, goed of slecht. Mm-hmm. Thuis zeiden ze altijd van wat je ook bereikt, maakt niet uit. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. En dat is ook iets wat ik mijn kinderen ook meegeef. En wat ik gewoon heel erg belangrijk vind. Kijk, het is, vind ik, wel een voorrecht als je zanger bent. Maar daarnaast is het ook leuk dat ze zeggen van hey, die Frans, dat is een toffe gast. Ja, maar dat is ook zo, hè? Daar gaat het om eigenlijk. Dat is ook zo, hè? Toffe gast, merci om te komen. Dank je wel. Nog een hele toffe dag. En we zien jou dus op 3 december in Oostende, 19 december in Brugge en op 15 januari in Hasselt. Is dat afgesproken? Dat is afgesproken en ik sta er al klaar voor. Oké, graag tot de volgende keer. Dank je wel, hè.